Jochem Uithoven, het groene pak voor de sprinter zit strak om je schouders. Je hebt er echt alles aan gedaan vandaag. Ja, dat klopt. Ik heb 3 keer voluit moeten sprinten tegen Geert-Jan van der Wal. Maar ja, die stopte na 75 rondjes. Ja, en het schijnt dat je uit moet rijden om je punten te behouden. Dus ik heb ongelooflijk geluk gehad dat hij uitstapte. En dat betekent ook dat je een flinke voorsprong hebt opgebouwd in dat klassement. Ja, nu wel. En dat is wel mooi, want op mijn thuisbaan zo gehuldigd worden, dat is echt geweldig. Dat maak je niet elke week mee? Nee, dat maak je niet elke week mee, nee. Ik heb in Groningen echt wel slim gereden ervoor, moet ik zeggen. De laatste sprint gepakt, expres, om dat groene pak nog te kunnen pakken. En het pakte goed uit, zodat ik vandaag in het groene pak wil starten in Breda. Ja, nu, dat ik hem nu hou, is echt mooi. Ben je ook aan deze 3 dagen begonnen met het idee om dat groene pak naar je toe te trekken? Je moet even afwachten hoe dat het uitpakt natuurlijk. Maar ik had wel mezelf wel voorgenomen als ik de kans zou krijgen om het te pakken, dat ik het dan wel zou proberen in ieder geval. Je gaf zelf al aan, ik moet vast wennen aan dat groene pak. Ja, volgend jaar rijd ik voor Groen Talent. Ja, die rijden toch in een groen pak. Dus ja, dat is op zich wel mooi dat ik nu al een beetje kan wennen dan. Betekent dat ook dat je dit groene pak ook naar horen nog om de schouders hebt? Ik hoop het wel. Ik ga er wel vanuit eigenlijk een beetje. Want zoals het vandaag ging, dan moet het lukken. We noemden net al even Groen Talent, je nieuwe ploeg voor volgend seizoen. Hoe blij ben je met die overstap? Ik zie het als een mooie nieuwe uitdaging. Ik zit toch al 3 jaar bij BCT en ik had het ontzettend naar mijn zin daar. We hebben echt een ontzettend leuke ploeg. Maar ik denk dat ik een beetje toe ben aan een nieuwe uitdaging nu. En Groen Talent die bood me de kans om daar naartoe te gaan. En ik kijk er naar uit om met Ruud te rijden bijvoorbeeld en onder Lammer te rijden. Ik denk dat ik veel van die mannen kan leren. En dat is toch weer een mooie stap dan voor mij.